Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. We gaan Klein maar Fijn even wegparkeren, dames en heren, met deze mooie Leba Song, dames en heren. Ik heb het aangekondigd, wij aan de kop van het programma pakken wij het moment van de dag van vandaag, Wereldvrouwendag, en dan kan je als PZN niet ongemoeid dat laten gaan. Ik moet van hieruit alle vrouwen en feliciteren met deze dag. Het is geen moederdag. Anders zou je de moeders moeten feliciteren. Maar vrouwen zijn vrouwen. En zij zijn de dragers van de hele maatschappij. Van de hele wereld. Want het is oma's mannen bij de libino bij de. Maar goed, we hebben elkaar nodig. Vrouwen en mannen. En van hieruit groet ik de mensen in Bergen op Zoom. Ik groet de mensen in Amstelveen. Ik groet de mensen in Paramaribo. Waar nog meer. Ik groet mevrouw Keizerin. Moet ik nog meer groeten. Ik groet mijn vrienden. Meneer Norman Mathiel, wie heb ik nog meer te groeten? Een heleboel mensen. Elke van mensen, we zijn er. Dit is PZN Radio Staan Vaste. En ik heb, als het goed is, zitten we momenteel in Paramaribo met 16 minuten over 11. Goedemorgen, mevrouw Seldenrus. Goedemorgen. Ja, hoort u mij helder en duidelijk? Ik hoor u wel, maar met een geruis. Een geruis, oh. Jawel. Maar ik probeer het te volgen. Ja, ik hoop dat dit nu... valt dit nu niet mee, of is het... is hij een beetje weg, die ruis? Nu valt het mee, ja. Nu valt het mee, oké. Okay. Mijn dank. Lijkt u alvast als vrouw persoonlijk feliciteren met deze dag. Vrouw Werelddag... ik vraag me soms af, hè, waarom moeten er speciale dagen zijn voor speciale gelegenheden? In dit geval speciaal voor vrouwen. Waar komt die dag vandaan trouwens? Nou, ik denk dat het altijd goed is om extra aandacht te schenken. Dat doen we elke dag. Maar ook gewoon extra aandacht te schenken aan een bepaald thema. In dit kader is het de dag van de vrouw. De dag van de vrouw, oké. Okay. En betekent het dat er extra dingen worden gedaan rondom die vrouw, met name in dit geval in Suriname? Meestal vanuit organisaties dat er activiteiten zijn van de vrouw, door de vrouw, voor de vrouw. Ja. Okay. Maar veelal gebeurt het niet hoor, meer vanuit de organisaties. Oké. Vrouwendag. Dan kom ik dus gelijk bij het onderwerp zelf. Hè. We weten nagenoeg in de samenleving dat de vrouw de draagster vorm van alle vormen van samenleving. Hoe is het gesteld met de positie van de vrouw in Suriname? Goed, op dit moment kunt u zeggen we zijn upgrading, of zegt u van nou ja, het valt niet mee? Eerste vraag was, kunt u zeggen? Hoe is het met de positie van de vrouw in Suriname op dit moment aan het 2020? Ik denk dat het afhangt van de branche. Ik denk dat het afhangt van in welke situaties ze zijn. Er zijn heel veel gevallen waarbij men zegt de positie van de vrouw is aan het wankelen. De vrouw moet een rol innemen. En ik denk dat het goed op weg is. Aro 2020 is het beter op weg. Bijvoorbeeld, ik heb niet zoveel, hoe zou ik het zeggen, ik ben niet zo politiek gelieerd, maar in de politiek zien we dat meer vrouwen een rol krijgen. Bij de overheid dat meer vrouwen op bepaalde posities zitten. Ik denk dat vrouwen iets zelfstandiger zijn dan voorheen. En daarmee gezegd hebben dat de vrouw haar rol neemt. En in de meeste gevallen de vrouw het hoofd van het gezin is. Oké. Okay. Ik begin bij, u zelf, hè? U bent onderneemster, daarnaast docent en u bent moeder. Is dat te combineren? Ja, het is combineren. Ik zou niet zeggen dat het heel makkelijk is. Op sommige momenten is het heel zwaar geweest. Vooral wanneer je beslissingen moet nemen van oké, ga je hiermee verder, ga je hem combineren.
Moet je nou net een stapje achteruit doen om nog een ander te bereiken? Hoe ga je prioriteiten stellen? Dan begint het bij, op mijn 25e ben ik bevallen van een dochter. En ik had maar één module over op mijn docentenopleiding. En dat gaf me in de eerste graad bevoegdheid. Dus ik dacht van oké, ga ik stoppen omdat ik ben bevallen? En ga ik volgend jaar door of ga ik nog één module doen? Dat was 8 dagen. En dat was elke dinsdag van 5:30 tot 6. En na een paar weken bevallen te zijn heb ik mijn docent gevraagd van hé, ik wil het proberen. Want ik weet niet wat er volgend jaar zal gebeuren. Waardoor ik misschien ook niet kan komen. Ze zei kom en probeer. Als het lukt, als het één dag lukt, dan kan je gewoon komen. Het was maar één dinsdag. Dus één keer per week op de dinsdag 5:30 tot 6. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb het geprobeerd de eerste keer. En ik zeg van, ho, het lukt wel. Ik had niet zoveel pijn of niet zoveel heimwee naar mijn kind. Ik zal dan die module afronden. En ik geloof het of niet. Ik heb die module afgerond met het hoogste cijfer aller tijden. Mensen konden dat vak in 12 jaar niet halen en ik heb het gehaald. Ik denk dat je dan daardoor, dat dit soort keuzes die je moet maken, extra zal inzetten om het beste eruit te halen. Dat denk ik hoor, als vrouw. En dan moet je een keuze maken, oké, je geboren baby. Of ga je naar school, weet je? Ik denk, oké, ik krijg al oppas. Mijn familie is er, maar ik laat een extra oppas komen. En ik ga even snel, want dan heb ik mijn opleiding afgerond. En het is gelukt en ik dank God daarvoor. Want u bent niet alleen maar docent, u bent ook onderneemster, begrijp ik? Jawel. Ik mag zeggen dat ik vanaf mijn 9e onderneem. Altijd zo'n flink kindje geweest, een beetje drive en zeg maar ambities, et cetera, et cetera. Ik zou er altijd wat van maken. Welke setting ik ook was, zou ik dat doen. Maar ik denk dat het stukje zit in de genen en waarschijnlijk hoe je eigen karakter. Mm-hmm. Oké. Okay. En waarin onderneemt u? Ik ben anno 2020 ben ik consultant en vanuit mijn, ik moet zeggen dat ik me bezig hou met zeg maar 3 poten. Ik heb een onderwijsachtergrond en dat is gewoon vanaf mijn 4e. Ik wist dat ik juffrouw zou worden. Ik zou kennis overdragen, want met al die stoelen heb ik huisje gespeeld en u weet het, in de tijd kreeg je pakslaag. Dus die stoelen kregen ook pakslaag als ze niet luisterden. Dat vind ik leuk. Ik wist dat ik docent zou worden. Ja, oké. Okay. Mm-hmm. En als je het mag beslissen, als je het niet mag beslissen, ik moest naar de middelbare school en SPI, de kweekschool, zou het meest ideale zijn. Maar ik werd geadviseerd naar Lyceum te gaan en mensen zeggen als iets voor je is weggelegd, ga je toch terug. Ik ging naar VWO, universiteit, 1 jaar en ik zei van nee, dat wil ik niet. Ik wil een docentenopleiding volgen. Mm-hmm. Naar UL geweest, ik heb de MOA en MOB afgerond. Dat is hier mijn eerste graadsbevoegdheid. Mm-hmm. En daarna ben ik weer een master gaan doen in duurzame ontwikkeling en nu doe ik weer een master in onderwijskunde. Dus ik heb werk op 3 poten, binnen 3 poten, en dat is onderwijs, finance en ondernemerschap. Met mijn onderwijsachtergrond ontwikkel ik trainingspakketten naar de belevingswereld van zeg maar, de huidige ondernemer. Ook omdat ik al jaren ondernemer ben en zie waar het zeg maar waar de gaps zijn van de ondernemers. Mm-hmm. En ook omdat ik een financieel achtergrond heb en een onderwijskundig achtergrond, maakt het helemaal mooi dat je kennis kan overdragen, meestal in finance. Mm-hmm. Dus dat doe ik. En heeft u zoiets van, vooral die jonge meiden moet ik kunnen motiveren als rolmodel? Niet bewust. Wat ik wel zeg, is dat men het maximale uit zichzelf moet halen. Okay. Ongeacht wie het is, je hebt soms veel meer. Je hebt soms veel meer en ga voor het maximale. Uh-huh. In Suriname hoor, vind ik dat mensen heel gauw tevreden zijn. Uh-huh. Ondernemers, maakt niet uit wie. Ook in de familie hoor je van ja, je zoekt grond op Sani. Dit ik wil op Allah Sani. Al die quotes die maken dat wij het maximale uit onszelf willen halen. Maar weet je waar dat van komt? Ik denk gewoon vanuit de slavernijtijd. We zijn nog niet terug. Nou, ik weet dat de slavernijtijd is. Volgens mij komt het voornamelijk uit het christendom, hè? Ja, dat is daarvoor ook. Ja, ja. Okay. Ja ook hoor. Maar als ik kijk, ik heb heel veel gereisd. En als ik zie bijvoorbeeld dat heel jonge mensen al professoren zijn, gepromoveerd zijn en dergelijke, wat ze allemaal doen, welke rollen en functies ze hebben. En als je terugkomt,
als jij 2 of 3 dingen doet, vind je met dat druk, je doet te veel en dit en dat, oh my god. Mm-hmm. Je wordt er niet goed van. Mm-hmm. Toch? Op den duur heb ik sommige mensen moeten weren van mij, die heel veel klagen dat ik druk ben, die heel veel vragen dat ik te veel doe. Ik begrijp wat ze bedoelen, maar ik kon het toen niet plaatsen. Mm-hmm. Nu begrijp ik het wel. Mm-hmm. En je kan het ook op een andere manier presenteren en ook anders aanpakken. Inderdaad moet je prioriteiten gaan stellen en gaan focussen. Mm-hmm. Maar soms heb je nog niet gevonden wat je wilt. Ja, okay. En omdat niemand daarin, nou niemand, en dat de meeste mensen daarin geen begeleiding kregen, gaan ze meerdere dingen doen. Uh-huh. Okay. Zo, bijvoorbeeld ondernemers, als je een business hebt en je hebt niet voldoende profijt eruit, ga je nog een ander business willen doen. Uh-huh. Maar dat is niet de oplossing. Uh-huh. De oplossing is dat je het maximale eruit gaat halen en kostenefficiëntie uh-huh. gaat doen. Je moet minder kosten gaan maken, dan heb je een grotere marge aan profit. Uh-huh. Dan heb je meer winst. Dan hoef je niet 3 en 4 dingen te doen, om het zo te zeggen. En omdat je misschien het ondernemersklimaat in Suriname anders is, ben je genoodzaakt. En de situatie, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Dus ik denk dat het, om de vraag te beantwoorden, als ik jonge vrouwen empower, als ik zo naar mijn studenten kijk, naar mensen in mijn omgeving, Facebook en dergelijke, dan ben ik best wel een model van vele jonge vrouwen. Mm-hmm. En ik, als ik het persoonlijk hoor, wat ik meestal hoor is, ik wil zijn zoals u. Uh-huh. Dan zeg ik, nee. Je moet je eigen visie gaan bepalen zijn, ja. En daaraan werken. Uh-huh. Okay, okay. Men kijkt meestal naar het materiële, de buitenkant, een leuke vrouw, leuke kleding, een leuke auto. Uh-huh. Maar dat is het niet. Toch? Ik bedoel, als jij dat ook leuk vindt, oké, zo be het. Maar waaraan wil je werken? Wat wil jij? Wat is je higher purpose? Uh-huh. Toch, wie ben jij? Dat is veel belangrijker dan te zijn als iemand. Uh-huh. Ik begrijp het wel dat mensen goede voorbeelden moeten overnemen, uh-huh. of vaak overnemen, en dat willen ze meenemen, maar uh-huh. de omstandigheden van iemand anders, van een persoon, zijn anders dan de jouwe. Uh-huh. Sommige omstandigheden kunnen creëren, mensen kunnen jouw omstandigheden betere opportunities creëren voor jou. Uh-huh. Ja, dus, ligt het ook niet aan het feit, wat betreft de ambitie, hè? Want kijk, vaak genoeg, als je omgeving goed ambitie heeft, dan klauter je ook op zo'n ambitieladder. Maar als je ziet dat je omgeving de slabak, nou, dan geeft dat jou ook niet de drive, hè? Ja en nee. Waarom ik dat ook zeg, dan zeg ik ook, het kan deels zijn uit je genen, je karakter, maar misschien ook je omgeving. Je omgeving is zeker een van de, zeg maar, de microsystemen die bijdragen aan je ontwikkeling. Mm-hmm. Ik ben in een volksbuurt opgegroeid. Mm-hmm. En denk ook in een volksbuurt geboren. Van Dijk geboren, Roedastraat opgegroeid. Mm-hmm. En Sofiaslis ook een van de buurten waar ik ook ben opgegroeid. Wat ik achter mijn oma aanliep van mijn vaders kant. Mm-hmm. Waar zij ook ging om te blijven, daar ging ik gewoon achter haar aan. En u weet hoe het dan toe gaat. Mama en papa uit elkaar. Maar je bent op een goede band met oma. Dus je gaat altijd weer bij oma. Mm-hmm. En wat ik heb gezien is gewoon wat ik niet wilde. Mm-hmm. Toch? Ik ben okay. De Roedastraat opgegroeid en ik weet niet als je Suriname zo goed kent. Nou mevrouw, ik ben Abba Broodje Boy, hoor. Dus denk erom. Oké. En de Roedastraat is drugs, geweld, ja, en politie, ja, en rasha's, ja, en moord, ja, en dergelijke. Nu is het zo'n fijne straat om te wonen. Mm-hmm. Maar toen ook omdat ik het gevaar niet zag, omdat je daar werd geboren. Mm-hmm. Maar het is niet waar ik wilde blijven. Mm-hmm. Toch? In de zin van niet wonen, maar ik bedoel dat ik daar zou willen blijven qua ontwikkelingsniveau, mm-hmm. qua omgeving, et cetera. Ik ben gewoon elke dag daar mm-hmm. bij mijn oma, ik ben de hele dag bij mijn familie. Mm-hmm. Maar je wilt toch ook een stapje verder. Mm-hmm. En dat heeft ook te maken met jouw ambitie, je wilskracht om zaken te bereiken, denk ik ook zo. Mm-hmm. Okay. Ja. Als we praten vaak over ambitie goed, en vrouwen, dan krijg je heel veel het heel snel het punt dat gezegd wordt van ja, god, je moet toch wel op die kinderen letten, weet je. Dus het gaat niet. Maar wat ik merk is dat heel veel Surinaamse vrouwen het kunnen combineren. Ja, we zijn noodgedwongen te combineren. Nou, laten we niet zeggen dus noodgedwongen. Is dit het in de genen? Genen niet. De situaties maken dat je het moet doen. Mm-hmm. Toch? Ik bedoel, onze voorouders hebben het vaak ook al gedaan, omdat de man er vaker was, maar de man had een andere rol en mm-hmm. de vrouw had meer de rol van de kinderen. Dus mm-hmm. je raakt er zo ook gewend aan. Maar ik denk met de laatste ontwikkelingen, de laatste jaren, je het wel moet doen. Je zal niet thuis met de kinderen blijven. Ze gaan daar niet eten. Je moet gaan werken. Okay. Toch? Mm-hmm.
Zijn er op dit moment, lopen er speciale projecten om een stukje environment voor vrouwen en de goals voor vrouwen dus nog groter te maken? Want ik weet bijvoorbeeld dat er vanuit het ministerie heb je dat genderproject die getrokken wordt, weet je. Hoe lopen dat soort van zaken op dit moment? Leeft het wat op voor vrouwen? Niet dat ik zo op de hoogte van ben. Ik denk, ja, een nationale vrouwenbeweging heeft waarschijnlijk activiteiten of projecten lopen. Welke projecten ze nu hebben, weet ik niet. Mm-hmm. Er zijn enkele initiatieven vanuit de gemeenschap, mm-hmm. dus vanuit stichtingen, vanuit vrouwenorganisaties. Maar ik weet niet of er echt beleid is, dus mm-hmm. dat zie ik niet echt. Het genderproject, mm-hmm. dat was er. Meer trainingen, workshops over mm-hmm. gender. Het ministerie van Sociale Zaken die heeft wel, ik denk, ondersteuning voor vrouwen. Mm-hmm. Maar veelal vanuit de gemeenschap, vanuit de NGO-sector. Mm-hmm. Ja. Okay. Wat ik dus merk, is dat er dus op dit moment in Suriname, want daar praten we over, heel veel vrouwen stijgen naar topfuncties bij bedrijven, CEO's en noem maar op, een heel goede zaak. Alleen, ik vind het jammer dat het dus niet powerful dus naar buiten komt, terwijl het een heel goed proces is. Maar ik mag ook zeggen dat, sorry, ik zei het net al, ons ambitieniveau is niet zo hoog. Oké. Okay. En, zonder te generaliseren hoor, gemiddelde ambitieniveau van Suriname is niet hoog. Mm-hmm. Dat zeg ik gewoon ronduit. Maar ook, profileren we onszelf niet. Mm-hmm. Oké. Okay. Okay. Ja. Soms kan je, soms Ik ben eens naar Jamaica geweest en ik kom daar een vrouw tegen en ze zegt, ik heb nooit over je gehoord. Ik zeg, ik heb ook nooit over u gehoord. Dat wil zeggen, we hebben huiswerk. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Ons marketingstrategie is niet, wat ik bedoel, als je zo'n goede organisatie bent en ik ook, en we kennen elkaar niet. Oké, maar zij was wel nieuw, want ik kende haar organisatie wel, maar ik kende haar niet op die functie. Mm-hmm. Maar ook dat, kijk, soms zoek je naar iemand in een bepaalde branche. Ja. En dan moet je echt nadenken, wie kan ik vragen? Of Facebook moet je posten, enzovoort. Mensen profileren zichzelf niet. Oké. Wat dat aangaat, hetzelfde merk ik ook hier. Dan hou ik het even set naar vrouwen. Het gaat goed om zwarte vrouwen. Terwijl je talloze zwarte vrouwen hebt in topposities eigenlijk. En ja, goed, we zitten hier met het feit dat ze dan ineens komen te zitten in een witte goed icoon, waardoor ze dus icoon moet ik zeggen, waardoor ze dus naar buiten treden. Maar als dat zo is, dat de mensen bijna niet te vinden zijn, dan misschien zou het niet een project zijn voor Leandra. Zelden rust om zo een top 100 Surinaamse vrouwen die in de positie moeten zijn om aan te geven van kijk, je kan het maken, uit te brengen, weet je? Nou, we hebben zo'n project in de maak, mm-hmm. Met een potentiële donor. Okay. En dat gaat eigenlijk omdat we jonge vrouwen willen koppelen aan succesvolle vrouwen. Oké, coaching. Jonge vrouwen met ambities, mm-hmm. van hey, mevrouw, hoe heeft u het gedaan? Ja, ja. Zo, kunt okay. u me wegwijs maken met hetgeen ik wil? Mm-hmm. En dat project is in de maak, maar we hebben nog geen fondsen voor. Maar ik denk dat het binnenkort, eind van de maand, moeten we onze reactie krijgen daarop. Okay. Maar dus, wat ik ook wil zeggen is dat één organisatie niet alles kan. Hè. Nee, dus ook een oproep naar andere organisaties. Mm-hmm. Of okay. mensen met heel goede ideeën. Mm-hmm. Maar soms krijgen ze niet de opportunity of een forum waar ze mm-hmm. hun ideeën tot uiting kunnen brengen. En hun activiteiten kunnen uitvoeren. Okay, en het okay. mooie zou zijn als de overheid zou samenwerken met dit soort initiatieven zou meenemen mm. en zou financieren. Oké. Toch, ik heb in Israël gestudeerd voor 2 maanden of zo. En wat je ziet is dat de stichtingen of de foundations, de movements, die worden ondersteund en gesubsidieerd. Mm-hmm. Omdat ze heel goede initiatieven hebben die eigenlijk het beleid van de overheid ondersteunen. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, toch? Mevrouw, zelden laten we even dat beleid van de overheid parkeren, hoor. Ja, maar wat mee wil gaan is dat het heel het zal niet gebeuren als er geen middelen voor zijn. Er kunnen initiatieven zijn. Maar misschien moeten we het
omkeren en zelf op pad gaan om die middelen, want die middelen liggen wereldwijd hoor, bij allerlei multinationale goed organisaties die best bereid zijn om dat te doen. Alleen moet voor stap den passie toch, weet je? Ja, dus goed op die manier, oké? Ja. Een laatste vraag, en dat is buiten, dat is dan buiten het gesprek om hoor. Nee, niet buiten het gesprek, maar buiten het onderwerp om. U heet Seldenrus. Het is een typische Hollandse naam. Ja, dat klopt. En heel weinig mensen in Suriname heet Seldenrus. Ja, ik denk dat het een stuk of 5, 6 is. Ja, okay. En ik heb het proberen te onderzoeken via mijn vadersmoeder, want zij heet Seldenrus en okay. Ze is enigskind. Oké. Okay. Mm-hmm. Geweest van de moeder. Mm-hmm. En de moeder een heet Kempis en de vader heet de Seldenrus. Oké. Okay. Nee, want ja. De naam Seldenrus is hier een heel bekende naam. Maar het gaat, wat ik nog weet, was een anatoompatholoog. Patholoog, ja. Ja. En een heel beroemde zelf, wereldbekend. Dus vandaar. Maar goed, u bent bekend als Leandra Seldenrus. Ja, Leandra. Leandra, ja. Oké. Okay. Is goed, Sisa? Want bless you day, Morafara. En maak er een heel mooie dag van met al die andere sisters daar. Ja? Oké? Okay? Dank u wel. Ook u en de uwe. Oké, dank u. Dank u wel. Ja. Da. In a little tent. Like the river I've been running. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio.